beste Quick Boys. Recent een nieuwe middenvelder aangetrokken, Ricky van Haren. Welkom op de club. Wat voor type middenvelder ben jij? Een type middenvelder dat graag aan de bal is. En de voorhoede spelers in staat stelt om goals te maken. Pik je zelf ook nog wel eens een doeltje mee dan? Ja, als het kan wel. Top. Wat is voor jou persoonlijk de doelstelling van dit seizoen? Ja, we gaan voor het hoogst haalbare. Dus kampioenschap zeggen we dan maar. Nou, dat is, het zijn gevaarlijke uitspraken, maar ja, je moet altijd voor het hoogst haalbare gaan. Ja, dat is zeker waar. Nu hebben we begrepen dat jouw broertje Danny, die speelt bij VV Katwijk. Ga je carpoolen samen of hoe doen jullie dat eigenlijk? Ja, toevallig ben ik vandaag wel met hem meegereden. Dus carpoolen zou wel kunnen. Maar ja, het ligt gevoelig hier, dus af en toe zelf rijden, dat zal ook nog wel voorkomen. Ja, je hebt in het buitenland gevoetbald. Wat was daar je mooiste ervaring? Lastig te zeggen wat mijn mooiste ervaring was. Ik denk dat alle landen waar ik heb gespeeld wel iets op zich hadden. Bij Slovan Bratislava heb ik prijzen gepakt, dus misschien dat dan het mijn mooiste ervaring was. En dat zijn altijd mooie ervaringen. Nou, succes dit seizoen. Dank je.